Goedemiddag allemaal. Nou, samen doen we een korte warming-up en gaan we gewoon met z'n allen als groep lekker lopen. We gaan gewoon veel spelen, plezier maken. Iedereen komt bovenvallig weer naar beneden. Dus, nou, wie begint? Ja. We gaan starten. Ja, goed zo. Je kunt er helemaal overheen als je wilt. Ja, als je jezelf vrouwt, ga je eroverheen, ga je boven je aap aan. Let goed op, kijk even naar hinders, kijk ook hoe de touwen hangen, waar de knoop zit, hoe je het makkelijkste ergens overheen kan komen. Van hey, hoe kan het nou dat de ene heel snel doorheen komt en de andere helemaal niet? Dat is hetzelfde als je inderdaad bijvoorbeeld een pakladder hebt. Als je zelf helemaal stil hangt, zo, en je pakt door, dan gebeurt er helemaal niets met je lijf. Als je gaat zwaaien, heb je momentum. Dan kun je gewoon veel verder grijpen. Plus, als je de lucht in gaat, betekent het ook dat je op een gegeven moment wat vrij komt te hangen, dat hier geen druk meer op staat. Dus dan kun je wat makkelijker kun je bewegen. Oeh. Ik bedoel Jeroen. Dat heb Amy. Oh, mooi synchroon. Ja, goed zo. Nu op tempo. Lusjes, inderdaad. Iedereen, goed klemmetje. Lusjes, weer te zwaaien. Dan kun je daar kun je verder brengen. Voetklem. Lage voetklem houden. Dus laag hier blijven zitten. Hier onderdoor, onder het hef. Zwaai. Zwaai, mooi. Ja. Hallo. Ik te laat, Matthias. Ja, ze moet je gewoon hebben. Die kan lopen, nee. Ik kom niet goed. Goed, dus hier, al denk ik, welke benen moet je doen.
Lekker, hè? Jeroen, wat is de zin van het leven? Genieten. Daar heb je hem al. Ja. Lekker jongens. Ja. Voor jou. Laat los. Ja. Hup, ja. Keurig. Lekker bij jou. Hoe doen ze het? Dat is toch fantastisch, jongens. Ze doen het echt super mooi. Been erop, zie je? Been erop, op. Ja. Deze is volgens mij deze band. Hoe warmer het was, hoe vervelend het hier is. Heel klein. Ja, je trapt namelijk weg. Het is wel een goede voor je techniek. Onze leden, joh, moet je bij de vrijwillige brandweer, dan krijg je dus dit. Lekker. Dit is een spiegel. Ik ben wel een beetje voor. Kijk hoor. Hoppa! De borstwortel! Nice! Krijgt ze je altijd. Belangrijk dat je het tempo zit. Als luister jongens. Als je inderdaad een swing over maakt, dat is om te zeggen, swing over komt uit je buik. En dat is één ding. Dat zie je ook bij Miss & Young. Heel hoog je, eigenlijk bijna tot aan je schouders optrekken. Maar wat ik heel veel mensen zie doen, naar beneden kijken. En wat er gebeurt als je naar beneden kijkt, je hele lijf bestaat uit een strekketen. Als je dit doet, dan doet ook dit. En maak je jezelf klein. Wat je dus doet, je gaat daar naartoe kijken, kijk naar boven. Dan maak je hele lijf is al voorbereid om omhoog te kijken, omhoog om te strekken. De nekklem, dat was het. Ja, ja. We lopen dus vandaag over de Zwartleuven van Baan van Haafden en het is leuk om hier van tevoren alvast even te lopen, want je ziet dus hier dat de hindernissen net even wat anders zijn. Het is heel waardevolle kennis voor onze leden en onze deelnemers, die dan leren om ook in een wedstrijdparcours hindernissen te klimmen. Dus super tof dat we hier dit van nu al mogen doen. Ja.
Lotte. Het leukste, het klimmen en het avontuur. Ik denk swingovers. Ja. Bakken vol spierpijn, maar wel gelijk verslaafd. Ik heb gekozen voor survival run. En nu lekker bij overkomen obstacles. Ik ben heel blij mee. Dat is heel gezellig. En je leert er veel van. Ook van elkaar. Mijn kwaliteiten zijn gek niet. Positief blijven, dat helpt. Ook als pijnen. Wat vind je nou het leukste in training geven bij ons, Amy? Kinderen nieuwe dingen leren en dan doorgaan totdat het lukt. Wentel Teven, eerste reactie. Mooi. Lekker, lekker. Om op te eten. Bij. Zwaar, maar leuk. Ja. Nice. Goed, Jorien. Kan je nog doen? Gaat het? Nee, gaat heel goed. Ik vind het echt super tof. Maar man, wat is dit zwaar. Die armen. Ja. Ik vind het echt de leukste. Alleen al de naam, Wentelteefjes. Goed zo, Linda. Oh, mijn armen willen niet meer. Zo, benen om. Tot morgen. Ja, leuk. Uitdaging. Helemaal goed. Met de dunste touwtjes beginnen. Als jullie nog zin hebben, gaan we zo rond. Ja, je moet het proberen. Hoppa, klasse Jorien. Ja, heel mooi. Goed zo. Ik ben in de fase, mensen. Helemaal kapot gaan. Als het lukt, dan vind ik het leuk. Gezicht in. Heel veel ruimte pakken ertussen. Dus als je echt wat je kunt doen, even zwaaien, dat ik het even, zodat je zo ver mogelijk pakt. Ik zag dat maar tegen mijn onderarm. Goed dan. Kun je niet zo hoog, Harry? Thank you.
de hand erbij. En dan één keer naar touwen. Ene kant los. Hou vast. Hou vast, hou vast. Oh. Pak hem weer op. Hou vast, hou vast. Pak hem, pak hem. Laag, 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 laag. Hoor je ervan? Super. Ja, echt. Ja, het was een hele leuke ervaring. Wat heb je geleerd? Ja, dat het afzien is. Ja. Je bent er bijna, Dick. Yes! Ding, ding, ding! Finish! Stapplus nog even meepakken. Ja. Even, hè? Even. Ja. Waarom dat kan. Ja. Goed, doorstappen. Oh. Mooi. Haken elkaar even naar jou erin. Dat was nu weer kutsen. Kom aan, Amy. Ja, nee, daar, ja, precies. Dat is eigenlijk. Rustig naar beneden. Hoe ging het? Zwaar. Kom, kom. Even hier omhoog. Laat ze gewoon even vallen. Harry, enorm bedankt namens iedereen van Overcoming Obstacles. Ja, kom maar een keer op. Super gaaf dat we hier even mochten klimmen en klauteren. Dat je ons begeleid hebt hier zo als gids. Dus nogmaals applaus voor Harry. Woe!